Hallo mensen van Tim Games, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video van mij op dit kanaal. Ik ben uw gast Tim en ik ben hier niet in mijn eentje. Je ziet misschien fucking veel mensen dat één iemand al in de fik staat. Wat? Ja, iemand staat hier al nu in de fik. Maar ik ben hier samen met Colin, Dave, Raxonix en Goodnight. En vergeet Colin niet, hè? Ja, Colin heb ik al gezegd, hè? Ah, oké. Okay. En wat wij nu gaan doen, wij hebben nu een oorlog die we gaan doen tussen Tixa en Malino, toch? Tegen Medusa en Firion. En wij zijn met Medusa. Met Medusa. Wij zijn met Medusa en Firion. En ik zit in Yennava en ja, ik help Firion natuurlijk in deze strijd. En zoals jullie zien, shaders. Oh, moet je niet in me staan. Dat is echt irritant als mensen door me in me staan. En we gaan om half om 1 gaan we daar naartoe lopen en zo, want ik weet niet hoe ver het is. Ja, we worden geteleporteerd als het goed is. Oké. Okay. Ja. Dus we worden geteleporteerd, ook niet zo ver te lopen. Gelukkig. Want het duurt best wel lang. Dat is waar. Want de map is best wel groot. Ik heb geen foto van de map om te laten zien, maar de map is echt groot, heb ik gezien. En ik kan ook met de torch vast en dan heb ik ook gewoon licht in mijn handen. Yes. En als jullie willen weten wat het plan is. Gaat hij zomaar huisjes claimen, die Good Knight? Nou nee, jezus. Niet zijn huisjes claimen. Ja, niet mijn huisje. Nee, ik heb je bordje weggehaald. Omdat, Hey, kut hoor, zet echter. What the fuck? Terecht. En hey, de chest. Gewoon terecht. Oké, maar dit is het plan. Dat staat zo. Oké, dit is het plan. Niks in de chat zeggen hierover, want het moet echt een geheim blijven. Er moet niemand in me staan. Daxonix en Stefan, dus ABC Games en Prostar XD, gaan naar de poort en breken erin, want ze hebben echt een dun muurtje, gewoon één cobblestone laag. Oké, we veranderen het eventjes, komt nog eventjes iemand bij, is niet erg vindt. Nou, is goed. Als we niet altijd. Hey. Team Frojax. Ja, er is hallo bij. Eden. Aardaan Eden. Eden. Wie wilt eten? Nee, oh mijn god. En dan gaat de rest, onder andere ik met Goodnight, mee naar de achterkant. Want wij gaan dan via de achterkant gaan wij dan inbreken. En we moeten iedereen moet Goodnight volgen. En dan gaan we dat meteen tegen gaan we dat opblazen en boom! Maar onthoud, geen blokken breken, hè? Alleen maar opblazen. Ja, want ze hebben een plugin hebben ze in de server die alles wat TNT is, gaat over een minuut gaat het weer allemaal. Wordt het weer helemaal normaal. Van, dus als ik hier nou een blokje TNT plaats en dat afsteek, dan... Doe me niet, nee, doe me niet. Nee, doe ik ook niet. Maar dan is het binnen 1 minuut is het weer terug, dus dat is wel chill aan deze plugin. Plus de... Nee! Welke... Goodnight. Hij zegt tegen mij dat ik het niet mag opblazen. Thanks, mate. I love your stuff. Heeft iemand een TP voor me? Houd mijn oren. Ik ook de oren van de kijkers. Nou, die hebben. Gewoon voor dit moment opname, zorg dan maar. Eden, hoe heet je ook weer? Eden? Ja, in Minecraft. Centrax. Maar ik heb het IP nog niet, dus. Ik zit hier op een noodchat. Ja, die heb ik net even in de chat gestuurd van de oorlog. Dat heb ik net gestuurd. Gaan we even kijken. Ah ja, ik zie het. Jongens, ik zie je zo als de oorlog gaat beginnen. Dus tot zometeen. Hallo mensen van Tim Games, leuk om te kijken weer naar een nieuw stukje van de oorlog. Ik ben hier samen met alle mensen die nu meedoen met de oorlog die hier nu staan. Maar ook weer met een paar nieuwe mensen. Zoals Stefan doet ook mee met de oorlog. En het type 1 van deze server staat natuurlijk in de beschrijving. Want dit is echt een fucking vette server vanwege de kits en zo dat je allemaal kan doen, toch jongens? Yep. Ja. De IP en de links van de server staat in de beschrijving. En ja, nou wachten we tot over 3 minuten gaat PvP aan voor de oorlog die we gaan doen. En wie heeft er allemaal zin in? Ik heb er sowieso al fucking veel zin in. We gaan even wat schedels inslaan natuurlijk. Heel graag van die van Malino en Tiki. Schedels inslaan? Oh, gaan we het feest erop halen? Daarna één. Ja? En daarna begaan. Wat gaan we doen? Ik wil graag hun loot, wil ik heel graag stelen. Maar dat wil denk ik iedereen wel. We hebben gewoon maar heel veel loot, dus dat komt wel goed. Ja. En nou wachten we even tot we worden getp'd. Ik ben even zo'n hok aan het maken, waardoor iedereen erin kan komen. En dan, vanaf daar. Oké.
Hey, wacht, jongens, dus jullie weten de tactiek, hè? Ik hoop dat Stand ook goed heeft gedaan. Er zijn dus vier mensen die er als eerste uitgaan. De rest gaat allemaal naar de achterkant wacht toe en volgt Goodnight. Wacht, ja, hey, jongens, even afspreken. Ja. Een tactiek, hè? Nee, dat ga ik niet in chat zeggen, anders gaan ze het door hebben. Ja, maar jongens... Ik zweer, als een mens gaat en die gaat chargen zomaar, en die gaan zomaar chargen daarop, ik zweer, ik ban... Oh, ik heb een... Jongens... Chargen, wat bedoelt hij? Jongens, er komen nog twee of drie mensen naar de tactiek. Nee, kijk, als er zo mensen, die zijn grappig doen, die gaan niet naar de tactiek luisteren, die gaan chargen. Ja, dat is de hele tactiek verneukt. Oké. Stefan, we moeten een beetje voor zorgen dat. Weet iemand of we nog in het kwijt staan? Ik ben nu een hok aan het maken. Welk nummer is dit? Oké. 01. Nou, en nou wachten. Dus, jongens, ik zie jullie wel wanneer als we in het hok staan. Dus, tot zometeen. Mensen, we zijn in het hok. En, nou, hok van Battle ook, maar we gaan beginnen met de. Ja, met de oorlog. Ik denk dat iedereen er wel fucking veel zin in hebt hier, though. Toch, jongens? Ja, zeker. Ja. Stefan, waar ben je? Ik vlieg hier nog in het hok. Okay. Stefan, kom eventjes hier. Ik heb een stack TNT voor je. Want we blazen... Stefan, kom even naar achter. Ja. Nee, ik hoef geen TNT. Ja, jij moet de poort opblazen. Waarom niet? Voor de tactiek. Het tactiek wat ik heb laten zien. En mooi lekker bij het warme vuur. Oh, staat nu alweer iemand in de fik? Schijnbaar. Ja, PvP is dat aan. Tactiek. Alles moet via tactiek. Alles wat gedaan wordt, gaat via tactiek. Stefan, kom. Oké, jongens, PvP staat aan, dus voorzichtig met elkaar. Ja, hij staat open, jongens. Gewoon rechtdoor. Jongens. Ja. Denk aan de tactiek. Waar moeten wij heen, Lorenzo? Gewoon recht naar de poort? Oh, daar zijn ze al, Wacht even, wacht even, jongens. Wacht even. Dat is Goodnight. Wow, mooi zon. Oké. Jongens, daar gaan we. Ja, ik sta. Ziet er mooi uit, jongens. Hier. Oké, jongens. De Goodnight bij de port verzamelen. Dan ga ik daar schiet staan. Op, dan schiet op, schiet op, oké? Schieten, gewoon schieten. Iedereen schieten. Ja, schiet, oké. Oh, shit. Sorry. Kogelen. Oké, mooi. Mensen gaan naar binnen. Nu mensen allemaal naar binnen. Mooi zo. Oké, doorheen. Heeft iemand nog blokjes? Mochten we vast... Ja, we komen nou naar binnen. Oké, go, loot. Looten, mooi looten, go. Oh. Niet even, ik word al getp'd. Oké, haal shit. Al die chesten leeg. Zoek naar chesten die je kan vinden, ze zijn hier met heel veel man. Zoeken. Oké, ja, ik ga wel van huisje. Ja, ik zie slechte kisten. Wie weet waar de chestroom zit? Ja, ik weet waar Foxy's chestroom zit. Ik zet hier met de trap naar beneden. Nou, hier zit niks. Oh, waar is Foxy's huisje? Waar is huisje? Ik binnen het huisje van Foxy al. Rustig, even kijken. Ik ga er nu heen nog even. Ja, team. Ja, team. In een fort. Okay, even in... kijken. Steven, hier beneden. Steven, ga weg. Ja, jongens, ik ben bij de paarden. Jongens, ik ben bij de paarden. Nee, ik heb een huisje gezien. Ik heb een huisje gezien. En je valt de loot. Jongens, ik ben er bij de paarden. Er zit niet veel skills. Heel veel mensen zien. Heel veel fish. Lorenzo, neem al dat fish mee, ja? Is goed, neem maar wat mee. Ik neem al het fish mee. Oh, ik had mijn pickaxe moeten meenemen. Je mag toch geen blok haken? Ah, ja. Jongens, ik ben in een... Oh shit, jongens. Ik heb die kapot goede loot gevonden, hier. Kijk, hier de troonzaal. Oh, yes, ik ook. Hoe heet jij? Op dan tp ik even. Mag dat? Ik heb je shit gevonden, maar je mag niet grieven, dat is juist. Je mag wel stelen. Goodnight, toch? Ik ben huis van Koning Tijn, ben ik in. Ja, blaas maar op, goed zo, Colin. Ik heb alleen geen... ik heb geen TNT in alles. Ik heb een Diamond Sword gevonden. Hé, hey, je mocht ook... Oh, ik heb het huis gevonden, Ariana Grande. Je mocht toch grieven, of mag dat niet? Nee, je mag geen blokken breken. Kijk, dus niet... Nee, maar ik bedoel, één kist alles stelen, dat mag wel, toch? Stelen mag. Jongens, waar is Foxy? Waar is Foxy? Ik heb geen idee, maar ik... Maar jongens, ik heb een vraag. Jullie hadden het Dave, over? Foxy. Oh. Jongens, slachten jullie paarden of niet? Slachten? Nee.
Oh, shit, sorry. Hoeft niet. Ik ben even bezig met een poort op te blazen. Doof. Mooi zo. Zo, ik ga hier... Ja, hier, paard van de partij. Ik heb heel veel paarden voor mensen. Jongens, wie... Hey, waar is hun spanner? Zoek een gang naar beneden. Hun spanner moeten we hebben. Jongens, ik... Daar is dan een loot in. Oh, ik heb geen blokken, fuck. Ik ga Foxy naar leeft spanner. Nog, jongens. Ja, Foxy moet dood. Ja, ik ga nu die muur op. Ik ga hem pakken daar zo. Ik probeer te helpen, maar ik weet niet waar je bent. Want... Lorenzo, ik ben nu bij het huis van Foxy. Wacht, kom ik achter je aan. Ik ben nu bij het huis van Foxy. Ik plaats het op. Oh shit, wat doe je? Die soldaat? Jongens, soldaat Rick, welk kingdom is hij? Die hoort bij ons. Dat is niet die huis zijn plaats. En Don van der Kel, hoort hij ook bij ons? Hij slaat mij. Ja. Nee, dan niet. Ik heb huis opgeblazen. Kill die dan gewoon, als hij jou slaat. Soldaat. Ja, jongens, we hebben gewoon compleet niet. Wacht, was dit dan? Oei! Hebben wij al doden of niet? Nee, hun wel. Maar jongens. Ja, we hebben al een paar doden. Jongens, vraag. Ze hadden toch een geheime kelder ergens? Met goede loot? Ja, hoort Donnie van de Kel. Hè? Ik weet niet of hij bij ons hoort. Als je slaat, moet je gewoon killen. Hiernaast het huisje moet een gang naar beneden zijn. Ja, hier is een spanner. Waar ben je dan? Ja, in het tweede gedeelte. Hij is Tiksa. Chris-Marien. Ja, ik ben erbij, maar ik weet niet. Hey, kom naar mij toe. Ik ben bij. Donnie van de Kel left. Hij is in combat. Stefan. Ik heb meegevallen, ik ga hem pakken. Hey, kom hier aan naartoe allemaal. Hier beneden zit superveel Prismarine. Oh ja, ik zie het. TP raakt zo. Nee, niet slow. Nee, hier beneden kan je alles stelen. Loot al die chesten leeg. Ja. Loot wat je looten kan. Sowieso, maar mijn inventaris zit nu echt vol. Waar zit het, Lorenzo? Waar? Ja, al die chesten. Gold. Hier zit ook superveel iron in. Als je dat wil meenemen. Ik weet niet waar je bent, Lorenzo. Langer naar beneden. Ik zie Foxy! Waar is hij? Waar is hij? Superveel Prismarine, Lorenzo. Ik ben jat het maar mee. Gewoon alles meejatten. Ja, hey, Foxy is dood. Dit kunnen we fucking niet gebruiken. Hier zit ook heel veel Prismarine en andere shit nog in. Fish, yo. Jezus. Zo liggen heel veel gebruiken. Jongens, ik heb hier een ladder naar beneden. Ik heb hier een ladder naar beneden gevonden. Ja, weet ik. Hier. Foxy goed, maar daar zit allemaal iron in. Dat kan je meenemen, maar je kan ook voor de Prismarine gaan. Ik heb een spanner gevonden. Ik heb ook iron mee. Heb je iron hier? Je kan niet voor die iron nemen. Ik zit vol, ik kan niks. Ik doe slash craft en ik maak een box. Maak een iron box ervan. Ja, Waar zijn we? Een beetje. Okay, Vraag is, heel Tiksa nu dood, zegt dat. Is Tiksa... Nou, ik denk dat die Foxy nog steeds leeft hoor, dus... Nee, Foxy is dood hoor, man. Nee, Foxy is leeft nog. Ah, oh, fuck. Waar is hij? Ik zag hem net, maar hij leeft nog. Oké, we gaan op zoek, jongens. Hij moet denk ik een geheime kelder ergens hebben. Ja, mensen zeggen dat Foxy staat er al in. Stefan, maak jij blocks? Ja. Nu gaan we alles. Ik gooi wel iron aan. Jongen, hij heeft die dingen de hele tijd. Jongens, waar is Foxy nu dan? Hey, ik had een heel klein beetje hout meegenomen. Mag ik wel blokken plaatsen, of niet? Blokken ook plaatsen. Niet. Foxy geeft op, hè. Oh, je mag geen blokken plaatsen, of wel? Nee. Als Foxy hackt. Oké, wie staat daar? Jongens, pas op. Oh, rennen, de TNT. Oh, hier is een chest. Oh shit, nee, fuck. Guys, serieus, ik moet daar nog langs, hè. Hoe slim. Hey, ik moet ook langs, jongens. Ik heb 4 stacks iron blocks, Lorenzo. Hey, niks slopen jullie, kappen! Ja, maar ik moet er ook nog uit, jezus. Ja, en de pearls. Gelukkig hebben we. Jongens, ja. Ik wil... Waar loopt Foxy dan? Je grievous ban. Waar loopt Foxy? Ja, iedereen... Ik loop achter je aan. Ik probeer het, ik wil... Er zitten mensen achter Foxy aan. Oh, wow. Hoi. Oh, ja. Iedereen Foxy zoeken. Iedereen help even. Nee, niet zo helpen. Jawel. Sukkel. Ik moet het toch uitkennen? Zo, oh, dank je. Kijk, hier zijn kisten. Steeds Foxy nog steeds. Ja, dat is allemaal leeg, jongens. Wow, random dirtblok in mijn gezicht. Kijk, allemaal ontmoeten. Oh, ik snap wel. Er zit niet zoveel boeiend. Nee, we gaan niet stoppen, man. We hebben nog een paar minuten. Foxy is gevlucht, jongens.
Wat? Hoeveel minuten hebben we nog? Hoeveel iron blocks heb je? Ik heb geen iron blocks. Hey, hoeveel minuten heb je nog om te vechten? Jongens, volgens mij, we hebben gewonnen. Jongens, het fort is van ons. Het is van ons. Alle vlaggetjes op. Wat, Gino? Het fort is van ons. Ja, man. Het fort is van ons. Yes! Foxy is op span, jongens. Echt? Wauw. Wacht, ik haal die vlaggen. Foxy heeft opgegeven. Ik haal de vlaggen. Hé, hang die vlaggen dan even op. Ja, ik haal... Ja, ik ga naar de hoofd, hoor. Binnen 1 minuut zijn we in. Yes. Ik ben die vlag aan het halen. Het is gelukt, is jongens. Dit allemaal niet van ons? Ja, jongens, het wordt weer repaired, zie ik. Maar jongens, dit is nu allemaal voor ons? Nee, we mogen het niet houden. We mogen wel alles leeg looten wat er te looten valt. Okay, loot wat je looten wil. Ik heb genoeg. Ja, ik heb heel wat prismarine, ik heb netherrack en ik heb heel veel iron blocks. Ja, dus... ik heb... Ja, ik heb heel veel vis gestolen. Waar is die geheime plek van Foxy dan? Die hebben we dus al gevonden. Ja, die zal waarschijnlijk... Ramirez zit te bouwen. Ik heb... Ramirez, die krijgt een ban. Nou, Grieven, nou, ik weet niet van blokken plaatsen, is toch geen ban, of wel? Oké. Dat lijkt me ook niet. Zo, en zo. Oh. Jongens, alles leeghalen, alles. All in. En ik glitch. Oh, nu niet meer. Ja, Colin, ik weet niet hoeveel vlaggen je hebt. Nee, niet doen, gast! Maar. Jezus, ik schrok me de pleuris van jou. Oké, maar jongens, dit gaat wel fucking goed lukken. Dus we kunnen nu gewoon alle leuke... Oh, ik vond een diamond pickaxe, die neem ik mee. Jongens, loot maar wat je wilt meenemen. Jongens, oké, bye. Jongen, we hebben echt dik gewonnen. Oh no, alles wordt opgeblazen. Ik ben hier weg. Wegwezen. Ik ga de drone zo opblazen. Blaas wat je wilt opblazen, het wordt toch weer teruggeplaatst, dus... Ja, maar chesten moet je eigenlijk niet opblazen, hè, want die inhoud komt niet terug. Dat is waar. Dus dat is triest. Niet de inhoud opblazen. Want dan ja, blaas maar je moet wel opblazen, want dan kan je shit vinden. Dat is waar, maar waar... Rex, plaats eens een blokje ervoor, dan kunnen we naar binnen. Nee, allemaal terug. Willen we niet naar binnen? Iedereen van Fidin en Melusa gaan terug naar hun eigen land. Doen we zo meteen. Oh, fuck. Ik ben er al. Ja, eerst nog gaan alles leeg over. Nou, laten we eens kijken wat hier binnen is. Nou, wel wat een beetje gold, maar niet echt veel. Neem gold dan mee. Dark prismarine, dat wil ik wel hebben. Hierboven is niks. Neem maar mee. Wij jongens, allemaal terug. Ja, TP jij me dan weer terug naar jullie toe dan? Ja, is goed. Een van de mooie... Bam! Hey jongens, deze aanval was een succes. Dit was echt een ja, boom. Mooi. De tactiek iedereen was niet eens nodig, maar wel goed gedaan. Allemaal. Oké. Spam. Oh, ik heb niet eens mijn golden apple hoeven te gebruiken. Daar ben ik echt fucking blij mee. Nee. We moeten allemaal weg. Yo, shit, anders krijg ik een bank. Oké, jongens, ik wil iets... Ik ben niet jongen, ik heb nog de notch apple heb ik gewoon nog. Maar ik heb een vraag. Zullen we anders allemaal eventjes naar de... naar de kelder toe gaan, waar je dus wel even kan neerleggen en zo. Volgens mij als je nou slim bent, zet je gewoon een hele hoop chesten neer voor het drakenstam. Dan kan je gelijk kijken wat alle loot is die je hebt meegekregen daar. Ja, is goed. Ik ga chesten beneden neerzetten. Ja, ik heb heel veel. Hé, waar zijn jullie? Hij gaat iedereen naar de spawn. Oh. En daar hebben we veel aan. Ja, we worden dat we niet back kunnen. Barb. Slash barb. Wat is dat eigenlijk? Waarom heeft PMV een Empire Land? Thanks dat je me even vergeten. Thanks. Maar yes, mooie loottocht was het gewoon. Ik kan niet Warp Virgin doen. Warp Virgin, hè? Medusa first. Ik heb geen notch hoeven te eten, gewoon. Ik ook niet. Het lukt me niet. Plus ik heb niet eens een kill hoeven te maken, alleen ik heb wel een paar mensen geraakt met mijn boven. Ik heb al mijn TNT opgemaakt. Ik heb helemaal niemand geslagen. Ja, ik heb één keer Davy beschoten omdat ze iedereen aan het doodmappen was. Ja. Trouwens, Rex. Maar trouwens, is er iemand van ons kingdom, of is er iemand van ons leger dood gegaan? Nee. Nee, alleen Medusa zijn er 5 gesneuveld of zo. Ja. Die gingen voor aanval. Wauw. Slim. Ik heb volgens mij serieus een van die Tixaan of wie het ook waar heb ik gewoon daadwerkelijk van hun muur afgeschoten. Maar trouwens, is Foxy nou dood gegaan? Ja. Nee, wel, weet ik niet. Nee, Foxy was niet dood gegaan volgens mij. Ik heb wel fucking veel prismarine. Oké. Hier, doe alles maar in de chest wat je hebt gevonden. Oké.
Ja, ik heb wat goud meegenomen. Nou, ook die TNT er alsjeblieft in doen. Hé, waar zijn jullie? Ik kan jullie niet zien. Oh, daar zitten beneden in de opslag. Waar is die? Lorenzo, tape, accept mij. Is dat bij de beacons? Oh, ja, waarom jij geen oorlog willen met Medusa? Ja, waarom wil ik geen oorlog met Medusa? Wat denk je? Weet je hoe Teddy sterk ze zijn? Ze zijn echt fucking sterk. Gast, er valt jullie toch niks te looten. Hè? Ze hebben alles gestopt. Man, waar moeten we nu heen? Ik weet niet waar die kist is. Naar de opslag. Je moet die kist pakken. Ik wil tegen jullie gaan PvP. Kunnen we een warp zetten bij de opslag? Lorenzo. Kunnen we een warp laten zetten bij de opslag? Lorenzo. Moet ik al het eten? Doe alles in de chest wat je hebt geloot op de oorlog, jongens. Doe maar in de chest allemaal. In deze chest heb ik dat gestolen. Ik heb heel veel vis. Wat is dat nou met die banners? Wie doet dat? Ik zou het niet weten wie. Kut, jong. Maar jongens, dit heb ik allemaal geloot van de oor. Maar jongens, het is ons gelukt. Het is ons gewoon echt dik geluk gewoon. Mijn eerste oorlog hier meegemaakt op deze server. Ja. En als je ook mee wilt spelen. Als je ook mee wilt spelen op deze server, het IP. Oké, jongens. Hou even in je chat. Firion, the place to be, oké? Gaan we allemaal samen zeggen, oké? Dan allemaal bij één type, zeg maar. Allemaal bij één type. Oké. Ah, Foxy's left the game. Oké, ik krijg van Foxy nog 3 beacons. Dan gaan we daar nog eens een keer naartoe. Jongens, 3, 2, 1. Nou, heel erg enthousiast. Dit was echt een fucking vette battle was dit. Nou, jongens, vond deze video ook door een blauw duimpje... Een blauw duimpje? Een blauw duimpje omhoog. Willen jullie meer abonneren en like voor meer? Zie ik weer de volgende keer in de volgende aflevering van Minecraft. The Kingdom is weer terug. Gaan we iets doen. Maar ik weet niet wat. Dus, dat zien we dan wel. Dus jongens, ik zie jullie tot dan. En houdoe, bitches.